terug naar mijn missie kan ik een superheld zijn. Bij een superheld horen superpowers natuurlijk. En daarom ga ik naar Arjan en Arjan. Die willen me wel helpen. Zij ze hebben. Heren, goedenavond. Hey, Klaas. Arjan. Hey. En Arjan. Daar is hij weer. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik had wel even getwijfeld. Ik denk, ga ik ze bellen of ga ik ze niet bellen? Ja, mijn laatste ervaring met jullie was toch een beetje in de categorie. Wauw. Ja, daar komt hij. Want toen mocht ik ervaren hoe het is om een blikseminslag te overleven. Ik moet mezelf transformeren naar een superheld. Er was wat, ja? Vlammenwerpertje. Klinkt goed. Ja. Wat heb je voor me? Ik heb hier iets leuks voor je. Dan mag je deze op je rug doen. Draai maar even om. Oh, we gaan gelijk in de actie, hè? Dan doen we deze. Zo. Zit dat goed? Ja, het zit goed, maar het gaat ook heel snel gelijk. Dit is een gastank, toch? Ja. Dan heb ik hier een vlammenwerper voor je. Hou me vast. Dit is de trekker. Ja? Op het moment dat ik hem aansluit. Doet hij het? Ja, dan moet je hier niet meteen aan gaan zitten. Ik kom nergens aan. Is hij nu goed? Alsjeblieft. Oh, dit is... Ja. Moet ik hem even opwarmen? Warm hem even. Kijk jij maar aan. Ah, dit is nog niet aan. Bijna. Nou, volgens mij is hij wel aan, jongen. Ja, ik denk het wel, hè? Stel nou, ik ben een superheld. En mijn vrienden vragen of ik eventjes de worstjes wat sneller bruin wil maken. Klaar. Aan tafel. Auw. Eindje. Nou, ik moet je zeggen, dit gaf al echt een behoorlijk Superman gevoel. Echt zo'n... Dat wil je gewoon hebben. Het enige wat ik wel vind is... Kijk, op zich hebben ze wel superhelden wel superguns. Maar het allervetste is natuurlijk als je een eigen superkracht hebt... en dat je gewoon, als het ware, vanuit jezelf... Ja, had het dan eerder gezegd. Dat kan ook. Dat heb je ook? Ja. Natuurlijk, de Arjans hebben iets achter de hand. Zo. Hier heb je een knop. Ja. Yeah. En hiermee zet ik hem aan. Nou. Hier is hij aan. Doe maar eens een keer omhoog. Dan hoor je dat de reletjes klikken, ja. Deze ook. Tik. Ja. Nou, nu doet hij het dus. Ja. Nu gaan we de gaskraan openzetten. Ja? Die? Ja, dan hou je die ernaast. En dan open. Wat? Wow, joh. Die gaat hard! Nu heb ik gehoord dat hier ergens in de buurt een bad guy rondloopt. Wat heb je verzonnen? Nee. Of ik die even om zeep wil helpen? Hoe heet die? Henk. Oké, het is Arjan en Arjan en superheld Klaas tegen Henk. Fire it up. Eens kijken of Henk vlambestendig is. Is niet meer. Kappen nou, Henk. Wauw. Wat een fantastisch apparaat. Maar de waarheid gebiedt me wel te zeggen... dat ik hier een klein brandblaadje ga krijgen. Ik voelde hem op een gegeven moment zo echt zo... Oh, hier. Zie je dat? Hier. Ja, het is een klein beetje, hoor. Maar ik voel hem al wel. Het geeft wel echt dat superhelden gevoel. Maar er zit ook nog heel veel angst bij. Dus daar moet ik misschien nog even wat op vinden. Ja, helemaal goed. High five. Auw. Hoe loopt dit af? De derde stap vind je hier. Hier kan je nog andere beroepen vinden en daar kan je jezelf abonneren. Dus ik zou zeggen, zorg even dat je die al geklikt hebt en ga daarna naar het vervolg. Hoe loopt dit af?